Een bestuurslid van korfbalvereniging Keizer Karel kwam zondagmiddag voor een onaangename verrassing te staan. Zes kleedkamers van het clubgebouw aan de Staddijk waren behoorlijk vernield. Kopen die verbraken in door ruiten in te slaan en namen naast koperen leidingen ook alle kranen en douchekoppen mee. Wasbakken werden kapot geslagen. Even werd nog gevreesd voor explosiegevaar omdat er veel gas vrijgekomen kon zijn. Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. De club is niet financieel gedupeerd door deze actie. Het complex is namelijk eigendom van de gemeente Nijmegen. 1200 mensen hadden zich aangemeld, en ondanks het barre weer kwam het publiek uit alle uithoeken van het land naar de vereniging in Nijmegen. om te luisteren naar de lijsttrekker van GroenLinks, Jesse Klaver. Het is voor het eerst dat Klaver zo'n grote groep mensen toespreekt. Tweeënhalf jaar geleden telde het publiek nog zes man. toen Klaver in de huiskamer van lokaal fractievoorzitter Pepijn Boekhoor sprak. Tot aan de verkiezingen staat Klaver in nog meer theaters en muziekzalen. <tie> Twee auto's zijn zondagmiddag onderaan de Van Boetbergweg bij afslag Dukenburg met elkaar in botsing gekomen. Beide auto's hebben forse schade opgelopen, maar de bestuurders konden ongedeerd uit hun voertuigen stappen. Wat de oorzaak van het ongeval is, is niet bekend.